Er zijn drie categorieën, daar wordt vandaag ook in gejureerd. Dat is de Almelose palmpaas en dat is natuurlijk in Almelo eigenlijk de allerbelangrijkste. En het kenmerk daarvan is, je ziet er hier eentje staan, dus dat de gagel... De echte, ik zou zeggen, de Twentse gagel, dat de hoofdmoot van deze palmpaas is. De tweede categorie, dat is de Twentse palmpaas. Daar moet in ieder geval buxus in verwerkt zijn. En ja, moderne tijden, er is een derde categorie, dat zijn de zogenaamde vrije palmpaas. Je mag het ook alternatief noemen. Daar mag iedereen eigenlijk zijn eigen energie volledig in uitleven. En daar zie je soms ook de leukste dingen in. Maar het is niet helemaal origineel. Dit is de originele Almelose palmpaas. En eigenlijk draait het daarom bij deze 82e palmpaasoptocht, waar we ook best een beetje trots op zijn. Kinderen lopen met palmpaasstok door de straten van Almelo heen en weer. Voor de jury wacht een belangrijke taak. Keer op keer. Al loopt u nu met gagel, buxus of alternatief. Ach, lieve mensen, elke palmpaasstok is de jury lief.